Is dat ook nog iets wat je aanraadt? Dat het belangrijk is om te handelen naar de realiteit en niet naar te 100%. handelen naar hoe Ja. je graag zou willen dat het zijn, dat Ja, het is. een van de dingen die ik echt, en dat is nou, niet gek om te zeggen, maar kijk, heel vaak zeg je dat niet van je beste vrienden, maar één ding wat ik van Guy heb geleerd, wat ik nooit meer vergeet, wat mijn leven heeft veranderd, is gewoon daadwerkelijk durven zien hoe de dingen echt zijn, zeg maar. Ze volledig erkennen en durven accepteren voor wat ze zijn. Ja, En dat dat zei heeft hij ook in de podcast. ook mezelf, zeg maar. Ja. Weet je, hoe ik mezelf heb leren kennen in de afgelopen jaren, vanaf het moment dat ik Guy heb leren kennen. En dat hij me ook vertelde van ja, durf te erkennen wie je bent. Maar dan ook echt volledig. Durf de diepte in te gaan. Dan kom je erachter dat je eigenlijk best wel fucked up bent als mens. Dat je echt een onvolmaakt wezen in een hele lange reeks evolutionaire stappen bent, zeg maar. Je bent onvolmaakt. We leven in een maatschappij waar we een overschot aan allemaal dingen hebben, terwijl we gemaakt zijn op een tekort aan al die dingen waar we nu overschot van hebben. Weet je, we zijn letterlijk onvolmaakt. En En wat is dat. het gevolg van het echt erkennen van wie je bent? Je kan dus je leven inrichten met als uitgangspunt dat je onvolmaakt bent. Ja. Weet je, je kan jezelf niet wijsmaken dat jij niet vreemd gaat en dan vervolgens met je dronken kop in een café binnenstappen waar 100 Zweedse naakte vrouwen staan. Dan ben je echt, dan snap je nog echt niet goed hoe je in elkaar zit, zeg maar, als Als man. je het niet erkend hebt, dan is het afgelopen. Dan weet je, het gevaar is, en volgens mij, ik weet niet of jullie dat gezegd hebben, maar het gevaar van jezelf niet kennen is dat je niet weet wanneer je in gevaar bent. Yep. En want als je Oh, weet dat dat heb je ik. in gevaar bent, Ah ja, dan kan oké. je jezelf Okay. bewapenen op die situatie. Ja, niet in Kijk, die woorden, maar ik denk al oh, goed inzicht. ja, kijk, en misschien ook, dat is heel gek. Ik had een vriend van mij van vroeger, die was heel erg geneigd om vreemd te gaan. En wat ik hem op een gegeven moment heb aangeraden is: stuur mij een bericht als je gaat stappen. En dat klinkt heel kinderachtig, maar ik kon zijn vader zijn op de momenten dat hij ging stappen. Ik kon hem ervoor behoeden dat hij domme dingen ging doen. Door hem gewoon simpelweg elke uur een berichtje te sturen. En dat zorgde ervoor, hij wist dat hij zwak was. Op die momenten dat hij best Ja. wel dom handelde als hij dronken was. Ja. En door dat op een gegeven moment te erkennen, was hij niet trots op. Maar dat was gewoon de realiteit op dat moment. En dat kan met welke reden dan ook zijn. Maar doordat we dat erkend hebben, konden we daar wel naar handelen. Als we dat nooit erkend hadden, dan ging hij gewoon elk weekend stappen. Misschien elk weekend fout in. En wie weet wat de gevolgen dan waren. En juist doordat je het erkent, ik weet dat ik bijvoorbeeld echt een lui flikker ben. Ik kan gewoon oprecht de meest luie. Ja, het is gewoon schandalig bijna. En ik weet dat ook. En daar handel ik dus nu ook naar. Ik ben Ja. ook. We hebben het heel vaak over gehad. Super bang om met een eigen bedrijf aan de slag te gaan. Ik ben heel angstig, heel onzeker. Ik handel daar nu ook naar. Ik schreeuw nu gewoon letterlijk van de daken: ik heb een eigen bedrijf. Het nu niet doen is fucking veel enger dan dat het nu wel doen, Ja, zeg maar. een beetje Ik moet nu, zeg maar, accountability. weet je. Dus ook dat. Ja. Dat zijn allemaal dingen. Ik erken mijn flaws, mijn onvolmaaktheden. En dat zorgt ervoor dat ik vanuit die positie kan handelen. Ik hou er rekening mee. Ik kom er ook steeds meer achter dat dat de enige manier is Ja. om vooruit te komen en de Ja, dingen man. te En doen dat die is je kut, wil. man. Dat is zo Ja, het fucked is up om te echt doen. fucked up, want je wordt Ja. constant geconfronteerd met je eigen tekortkomingen. Ja. En de vraag is of het uiteindelijk tekortkomingen zijn, want Het is onderdeel gewoon van de ja, het onderdeel mens. van ja, Soms niet goed vergeten of we dat slecht, maar echt. ook het oordeel over. Dus het Ja. noemen dat het een tekortkoming is, maakt ook dat het een negatief. Ja, het is onderdeel Nee. van. Ja, want de eerste, zodra je erachter komt dat je die. Ja, niet tekortkomen, maar gewoon die onderdelen van Ja, jezelf hebt. deel Dan van je ga je ze shamen, persoonlijkheid. zeg maar. Dan ga Ja. je ze dus, waar jullie het over hebben gehad, je gaat ze in je shadow plaatsen. Je wil ze onderdrukken. Ja. En vroeg of laat kom je erachter dat het alleen maar erger maakt. Ja. Je moet ze echt onderdeel, maar je moet ze belichten echt. Ja. En het wil niet zeggen dat je tegen iedereen moet zeggen: hé, ik ben een luie, bange flikker. Nee, je moet erkennen dat het is. Ja. En dan vanuit die positie durven handelen. Maar dat is echt heel, dat is Ja. één van de moeilijkste dingen in het Ja. leven. Tenminste, ik vind het een van de moeilijkste dingen in het Ja, is leven. Die vreselijk de moeilijk. kwetsbaarheid Vreselijk kunnen moeilijk. opbrengen iedere dag. Ja. Om echt te erkennen dat je gewoon veel banger, luier en onzekerder bent dan dat je eigenlijk zou willen. Ja. En dat je echt totaal niet aan het Ja. beeld voldoet van een hele stoere, geweldige man, zeg maar. Dat je Ja. echt wel serieuze tekortkomingen hebt. Die ook gewoon, ja, die horen erbij. Ja. Ja, ik heb, denk ik, wanneer begon ik? Nou, 23 jaar van mijn leven gewoon gedaan alsof er niks aan de hand was.
alsof dat er allemaal niet was. Gewoon alles weggedrukt. En dat brengt toch wel veel negativiteit met zich mee. Het gewoon heel veel. Niet willen erkennen. Andere mensen de schuld geven. Heel veel frustratie. Ja, frustratie, woede, schaamte. En dat komt er dan heel vaak, als alles goed gaat, komt dat er niet uit. Maar dan gaat het een keer slecht en dan komt het er wel uit. Met alle gevolgen van dien. Ja, heel onbewust. Dat heeft mediteren. Nou, dat is sowieso een manier om zelfbewuster te worden. En aan de slag gaan met je eigen emoties, je gedachten. En ook alles wat daarbij komt kijken. Maar ik denk dat ik me wel beseft heb dat ik vroeger gewoon een heel agressief, boos mannetje was. En dat ik daardoor mediteren ook zo. Dat ik daardoor aangetrokken werd. Omdat je daar toch wel een stukje kalmer van wordt. Ja, de eerste keer mediteren. De eerste 20 keer mediteren sloeg echt helemaal nergens op mij. Maar heb je ook ooit een moment gehad dat het wel helemaal stil was? Ja, nu tegenwoordig steeds vaker. Maar dat komt omdat ik denk ik ook regelmatig doe. En ook veel schrijf. Dus er zit gewoon minder in mijn hoofd om over te mediteren, zeg maar. Maar ik merk wel dat als ik het niet doe, dat ik toch, als ik niet bewust even stilsta bij wat er in mijn hoofd zit, dan gaat het me wel beïnvloeden, ja. Zeker. Zeer daar zeker. Kom ik ook. Wat levert het jou op, het journalen en het stilstaan bij je gedachten en je emoties? Ja, journalen is dus best wel een ook best wel persoonlijk vraag. En dat is wat jij ook net deel zei. Ik was altijd een heel boos mannetje, driftig. Ik gaf iedereen de schuld, behalve mezelf. Maar uiteindelijk kom je erachter dat je gewoon heel erg schaamt voor gevoelens, voor emoties en ervaringen die je draagt. Maar als je niet eerlijk durft te zijn naar jezelf, naar wie durf je dan eerlijk te zijn? Dus dan loop je tegen het probleem aan dat je helemaal niet kwetsbaar durft te zijn. En dan kom je gewoon niet verder. In je sociale contacten, in je relaties. Je hebt een blokkade. En ik heb toen gedacht van ja, ik moet het zo klein mogelijk maken voor mezelf. Ik moet eerst eerlijk durven zijn naar mezelf. En dat is wat we net al met journalen over hadden. Ik leerde eerlijk zijn tegen het papier. En er zijn echt wel momenten gehad dat ik gewoon met tranen in mijn ogen naar het papier zat te kijken en me zo erg schaamde voor wat daar stond. Maar ja, ik ben er ongedeerd elke keer vanaf gekomen. En toen dacht ik op een gegeven moment, oké, laat ik eens eerlijk zijn tegen mijn vrienden. Kijken wat dat oplevert. Ik durf nu naar mezelf. Ik weet nu wie ik ben. Het papier weet wie ik ben. Wat gebeurt er als ik dat naar anderen ga doen? Naar mijn ouders? Naar mijn vriendin? Ja, het is alleen maar positief, positief. Het levert heel veel, het levert goede relaties op echt. Ja. Dus wat heeft journalen me gebracht? Eerlijkheid en ook acceptatie. Gewoon echt durven accepteren wie je bent, welke flaws je draagt, welke tekortkomingen. En ook beseffen dat dat helemaal niet per se negatief is. Dat je daar geen oordeel aan hoeft te hangen. Dus vooral eerlijkheid ook en die acceptatie vinden. En mediteren versterkt dat. Ja. Want dan kan je natuurlijk echt letterlijk in het moment met je gedachten zijn en ze zien komen en gaan zonder dat je het veroordeelt, zonder dat je eraan vastpakt. Ja, dat is een never ending story. Dat is eeuwig oefenen, zeg maar. Gewoon niet eens oefenen, maar het gewoon doen zonder verwachtingen. Ja. Ja. Dus die twee dingen versterken elkaar, denk ik, heel erg. Nice. Goeie, man. Ik leer toch elke keer weer een hoop van je. Gelukkig, man. Heb jij nog dingen?